Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. In het zuiden van het land al brede opklaringen, die opklaringen winnen de komende uren langzaam maar zeker terrein. En uiteindelijk zullen ze ook het noorden van het land wel gaan bereiken, maar dat zal pas in de loop van de avond het geval zijn. Temperatuur in de avond rond de graad of 9, een zwakke tot vrij krachtige zuidelijke wind, de meeste wind staat uiteraard langs de kust. Vannacht temperatuur in het binnenland tot 5 graden dalend, met opklaringen. Later in de nacht in het westen alweer wat meer wolkenvelden. En die wolkenvelden bereiden zich morgen geleidelijk aan naar het oosten uit. Eerst is het droog, met in het oosten nog wat zon. Dan wordt het bewolkt. En in de loop van de middag volgt van het westen uit regen een matige tot vrij krachtige zuidelijke wind en 11 graden op de thermometers. Woensdag dan een dag met 8 tot 10 graden. Maar het is wel droog en de zon schijnt vaak volop. In het noorden komen iets meer wolkenvelden voor. Ook donderdag nog lang droog, met 6 tot 8 graden. In het noordwesten misschien een klein beetje regen. En die regenkans is vrijdag iets groter. En ook dan liggen de temperaturen in elk geval nog boven normaal. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.